Als het geval is, dan ben ik bij motie 45. Verlaging onder eigen bijdrage WMO. Leden van de raad niet zijn de indieners. Niet nodig. Bij advies college, wethouder Kokke. Ja, dank u wel, voorzitter. Het college vindt dat we in ieder geval dat onderzoek in Amsterdam in ieder geval moeten volgen, ja of nee. En dan kijken wat uiteindelijk de gevolgen zijn van die eigen bijdrageverlaging. En dan verder met uw raad erover praten, want het heeft natuurlijk ook nog wel financiële gevolgen. Dus wij vinden het goed om aan te haken bij het onderzoek van Amsterdam. Maar wat er verder gezegd wordt in die motie, dat kunnen we daarna pas onderzoeken. Dus bij deze ontraden wij de motie. Motie wordt ontraden, tweede termijn, Bengevoort. Ja, voorzitter, vind ik wel jammer. Want het Amsterdamse, daar zijn een aantal dingen onderzocht. En juist ook die financiële impact, die wordt in Amsterdam heel duidelijk. En volgens mij bent u, net als ik op dit moment, niet in staat om die impact voor Tilburg boven tafel te krijgen. En de inzet van het onderzoek zou juist moeten zijn, maak duidelijk wat de impact is voor Tilburg. In Amsterdam hebben ze het een beetje globaal berekend, ligt nu ook wat onderzoek onder. Dus ik roep vooral op, ga niet zitten afwachten wat Amsterdam doet. Maar maak het concreet voor wat het betekent voor de Tilburgse situatie. Zodat we er wellicht ook in deze raad verder over kunnen praten. Dank u wel. Anderen nog? Wethouder? Ja, volgens mij is het wel belangrijk om in ieder geval ook samen dan, dat is in ieder geval een toezegging, dat we samen kunnen kijken met Amsterdam wat daar in ieder geval onderzocht wordt. En volgens mij is het dan ook belangrijk om wat daaruit komt in ieder geval ook met uw raad te gaan bespreken. Voordat we gaan zeggen van, jongens, we gaan hier definitief mee verder. Maar dat is niet de oproep van de motie, want u vraagt ook van de maatschappij, ook te kijken naar de maatschappelijke opbrengst. Volgens mij moet je eerst de eerste stap zetten en dat is het onderzoek afwachten wat er in Amsterdam gebeurt. Voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen dat hij wil gaan aansluiten bij Amsterdam. Dat is geweldig. Alleen ik vraag wel om een stap extra te zetten, namelijk ook die doorkoppeling te maken naar de Tilburgse situatie. Want prima om Amsterdam te volgen. Heel interessant wat daar gebeurt. Alleen ik wil ook willen weten, voordat we hier verder een begroting in het najaar vaststellen, wat als we dit in Tilburg zouden doen? Dus ik vraag u wel om, u hoeft niet al van alles in te gaan zetten, maar vooral maak concreet wat als je de stap van Amsterdam doet, hoe je die naar Tilburg kunt vertalen en wat dan de financiële consequenties zijn en de maatschappelijke opbrengsten. Van der Hoofd, niet nodig. Kokken nog. Nodig. Dus motie wordt ontraden, blijft staan. Dat brengt. Motie 45 komt in stemming. Is er behoefte aan stemverklaringen? Niet nodig. Mag ik voorstanders van motie 45 vragen dat per hand op zeker aan te geven? En dat zijn GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, OPA, Verenigde Seniorenpartij, D66, LST, SP, voor Tilburg. En daar is de motie mee aanvaard. De VVD is tegen, TVP is tegen en lokaal Tilburg is tegen. Motie is aanvaard.